irritatie alom bij bewoners van de Gosselinstraat in Hatert. De hoeveelheid auto's die in de straat en omgeving staan geparkeerd veroorzaken een hoop overlast. Zijn Jan detail is, de auto's staan vrijwel allemaal op naam van stichtingen die zijn gelieerd aan zorgondernemer Marien Jankie. Dit blijkt uit documenten die in handen zijn van deze omroep. Marien Jankie is oprichter van zorginstelling Multidag Cultuur Intensieve Zorg. Een van zijn dagbestedingen ligt aan de Van Hogendorpstraat. Ook daar staan vaak heel veel van zijn auto's geparkeerd.